Mijn reis begon al vroeg. Vanaf jongs af aan was ik dagelijks te vinden in het Iraanse restaurant van mijn ouders. Van de bediening tot aan de belastingzaken. Door de taalbarrière van mijn ouders kreeg ik al vroeg te maken met het ondernemen. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Armin van Habian. Je zou het niet zeggen, maar ik ben pas 28 jaar oud. Driejarige leeftijd verhuisde ik met mijn ouders van Iran naar Nederland en groeide ik op in Amsterdam. Samen met mijn prachtige vrouw Tiga zijn wij de ouders van 3 kinderen. Olivia van 3 en onze tweeling Harper en Madison van 5 maanden. Mijn ouders leerden mij dat hard werken loont. Ook jong raakte ik... Al jong raakte ik in aanraking met het ondernemen. En ook met wat het doet. Yes. Sorry. Alleen maar liefde voel ik. Sorry. Slokje water? Ik ga een slokje water voor je. Geef hem een applaus dat ik terugkom. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Kunnen we die klok vanaf het begin starten? Ja, is prima, joh. Yes. Prima. Komt-ie. Ik ben eigenaar en oprichter van Fat Fills. Nou, dat is niet eerlijk. Ik wil 4 minuten extra erbij. Ik ben eigenaar en oprichter van Fat Fills. Fat Fills is een hamburgerrestaurant dat is opgezet door mij in 2019. Wat ik gegoten heb in een franchiseketen. Wij voorzien iedereen van geweldige producten zoals de smashburgers en de Philly cheesesteaks. En met 16 vestigingen en 350 personeelsleden zijn wij het hardst groeiende dine-in concept binnen Nederland. Maar dat is nog maar het begin. Afgelopen zomer hebben wij een geweldige deal gesloten in Engeland voor maar liefst 100 vestigingen. Zo. Woe! Maar dat kwam niet makkelijk aanwaaien. Ik weet nog de dagen dat wij, toen wij net waren begonnen en we geld moesten ophalen bij de banken. Ik weet nog dat ik bij de banken kwam aanzetten. Alle banken, die zitten hier ook allemaal aanwezig. Met een geweldig plan. En een forecast van 500.000 euro. Te ambitieus. Gaat het niet worden. Gaat dwars tegen de trends in. Ik liet me niet weerhouden. Ik bleef doorgaan en toch kreeg ik de financiering verboden. Die 500.000 euro werd in het eerste jaar 1 miljoen euro. Zo. En 4 jaar later is Fat Fills goed voor 13 miljoen euro. Oh, wow. En het einde is nog lang niet in zicht. Wat ik wil zeggen, hard werken loont. En dat wil ik alle jongeren meegeven. Want tegenwoordig willen jongeren niet meer hard werken. Ze willen dat alles komt aanwaaien en dat werkt helaas niet meer zo. Mm-hmm. Ik ben zelf ook heel jong, dat weet ik, maar goed. Zoals Denzel Washington zegt, dream without a plan are just dreams. Just go for it, aim for the moon and land between the stars. Dat zijn Melvin me. Maar wat ik zeg, aim for the moon and conquer the universe.